Sorry. Nou, je hebt wel mooi weer meegebracht, ja, hè? Het dondert en het bliksemt. Doorweekt. En het is zonder. Het is een beetje zoals mijn carrière gelopen is. Jordi van Loon hier, dit is vlog nummer 5. Leuk dat je kijkt. Als je het leuk vindt, doe je duimpje omhoog. Liken, deel het vooral. Check de social media en houd het allemaal in de gaten. We gaan superleuke dingen doen de aankomende weken. Dus blijf dit volgen. Heel veel plezier met kijken. Ciao. Ik ben nu onderweg naar het Erasmuspark. Daar geeft een vriendin van mij een feestje. Die is jarig. Eliane. Kijk, zij. En daar heb ik wel zin in. Ik heb een afspraak met Janne Bowen van de platenmaatschappij en dat heb ik hier in het prachtige Miranda paviljoen. Ramses Shaffy en Lisbeth List, die traden in de jaren 60-70 hier iedere week op. En dus een eindje verderop heb je begraafplaats Zorgvliet en daar ligt het boek, de Ramses begraven. Dus het is wel een hele bijzondere plek om hier te zijn. Ik ga dus voor het eerst de poster zien van mijn allereerste theatertour. 10 jaar later Andere Wegen. Dus dat is heel spannend. Ik ben echt als een kind zo blij. We stoppen hem weer in de koker. Maar komt hij tenslotte ook uit. Jongen. Allereerste pianoles. Samen met Jaco. En hij doet het echt goed hoor, jongens. Hou hem in de gaten. Dank je. Nou, we houden hoop. Hé, hey, Jorik. Nee. Dat gaat niet goed. Wat is het gezellig, hè? Echt leuk, ja. Leuk, ja. Waar staat je zo? Michelle, wat gezellig. Ja, we waren er wel leuke beelden. Ik vond het leuk. Ja, ik ook. En hoe heet je naam? Mooi. Nee, is heel leuk. Heel leuk bedankt. Ja. Pasjes op de fiets en mijn tas was veel te zwaar. En ik had een krat bier bij me, dus alles was gevallen. En nu is deze meneer zo aardig geweest om mij even te helpen. Ik ben blij mee, dus ik heb even twee biertjes voor hem gepakt. Hij gaat nu naar zijn zoon toe. En dat is mijn bedankt. Ik heb er een beetje vertrouwen in. Heel leuk. Ja, dat is hem. Oké, doe. Nou, dat repeteert deze gasten. Jan. Ik voel me jong. Hoofdkant. Glenn. De kaartverkoop loopt erg goed. Maar het is nog niet uitverkocht, dus we konden het allemaal zien in oktober. Ik heb er ontzettend veel zin in. Dus zie jullie daar. Dat ik al verliefd was, zag, maar wat zegt dat? Ik was.
was 17 en nooit verliefd geweest. Totdat zij bij mij een keertje achterop zat. Op de fiets, nam in mijn examenfeest. Ik zat vurig en langdurig stil te hopen. Op een geluk bij ongeluk, een lekker band. Zodat ik hand in hand met haar verder kon lopen. En de slag open aan de overkant. En ik dacht, ik heb een mond die nooit gekust heeft. En een kont die nooit meer rust heeft. Omdat zij me niet de kans geeft te tonen wat ik kan. Je ziet het van de zonnige kant. Samen met u, onder een para. Samen met u, onder een para.